Welkom, Miguel. Dank je wel. Zijn ik het goed, Miguel? Ja, het is eigenlijk Miguel, maar... Miguel, sorry, oké. Je bent de eerste. Miguel, bij deze. Yes. Um, bedankt voor de ontvangst. Mm. Uh, bedankt om tijd vrij te maken om... Plezier. ...op deze podcast te komen praten. Um, we gaan dit normaal gezien woensdag doen, maar je had laatst met de show in Lyon. Yes. Hoe was dat uh, voor jou? Het was een, 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 uh, een heel belangrijk moment. Um, Waarom zeg ik dat? Het, het, het was het eerste concert van een, een jonge artiest die, die ik als ENR bij Sony Music Publishing in Frankrijk heb getekend. Um, hij is momenteel redelijk onbekend, hij heeft nog niets uitgebracht. Hij uh -huh. Sam is, uh, is voor mij echt een, uh, een, 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 een heel bruut talent. Uh, Iemand die een heel mooie pluim heeft, die heel mooi kan schrijven, die een heel grote techniciteit heeft. En eigenlijk de hele package, um, dat eigenlijk heel positief is, hij komt ook een klein beetje met een, uh, geen negatieve kant, maar wel met een, uh, een, uh, een, een challenge, als ik het mag zeggen. Uh, en dat is dat hij heel, heel veel nadenkt over alles en, en, en constant bezig is met zichzelf. Uh -huh. Um, doe ik het goed, doe ik het niet goed. En uh, waarom zeg ik dat? Omdat uh, voilà, ik ben naar zijn eerste show gegaan. Uh, echt als, als mental support. Uh, belangrijk moment, omdat het zijn eerste show is. En wat wij als team eigenlijk dachten, is bevestigd geweest, zijnde dat het gewoon heel goed was. Uh, er is natuurlijk nog heel veel werk, uh, maar de essentie van wat hij doet is. Naar mijn mening heel mooi vertaald geweest naar een publiek, een, een klein publiek, 100 mensen, op een oh. boot in Lyon. Um, maar van de 100 mensen hebben 75 mensen hem nadien gevolgd op Instagram. Van die 75 mensen zijn er 10, 12 mensen die, die proactief hem hebben een berichtje gestuurd. Van hé, hey, dit is echt een heel mooi moment, dit was een, een heel goed wow. concert. En dat zijn heel. Uh, Heel kleine cijfers op zich. Uh, dat is heel uh, uh, voor, voor bepaalde mensen misschien uh, insignificant. Maar ik vind, ik, vind, ik vind dat net in zo'n signalen gezien dat iets al dan niet uh, goed was. Vooral dat uh, één, het was een, een, een voorprogramma. Dus mensen zijn mm -hmm. op zich niet. Um, niet, niet, niet obliged om te gaan zeggen van oké, okay, het was super, aangezien ze voor iemand ja, ja. anders kwamen. En, uh, en voilà, dus allee, om, om even een, een woordje daarover te zeggen: het is, het is, het is een heel belangrijk moment, omdat uh, uh, voor een artiest die twee jaar lang aan muziek schrijft en sleutelt en echt waar hij en lows kent, dat je dan, al is het maar voor honderd mensen, je ding kunt doen en eigenlijk ziet dat je een goede reactie hebt. Um, is, een, is een heel belangrijk uh, uh, mijlpaal voor een artiest, denk ik. En, uh, en ik ben heel blij dat ik daarbij ben geweest. En ik denk dat dat, uh, um, als ER manager, want ik ben, ik ben dus ER manager bij, bij Sony Muziek aan de publishingkant uh, in, in Frankrijk nu, um, uh, uh, voilà, heel, heel uh, uh, belangrijk is om, 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 om aanwezig te zijn op, op zo'n momenten uh, waar je, Waar je uh, zowel technisch feedback kunt geven naar de show, ja, als mentaal uh, uh, mentale uh, support, steun. Sorry, steun. Ik, ik ga soms Engels praten, omdat ik uh, eigenlijk heel weinig uh, Vlaams praat. Mag niet, uh, excuses. Maar voilà, het is zeker niet uit uh, het coolness of zo. <laughs> uh, maar dus voilà, hij, hij, ja, ja, ja. hij heeft zijn ding gedaan. Het was echt heel heel goed met uh, verbeteringen die moeten gebeuren, maar, uh, okay. maar de essentie was er. En uh, dus vandaar ben ik naar uh, Lyon gegaan, last minute. Dat is de ideale en, marketingplaats uh, uiteindelijk, hey, de show, om te zien yeah. wie is het publiek luistert. Yeah. En ja. de cijfers die je zegt zijn klein, maar procentueel gezien is dat toch wel een goede reactie van het publiek. Je zegt uh, 20% follow them na een show, dus... Ja, zelfs... zelfs Allee, ik, ik denk... Anyways, nogmaals, kleine, kleine cijfers, maar als je 75 mensen hebt op 100 die je volgen na de show, als, als, als je 10 mensen hoort zeggen tijdens de show: het hey, je Spotify, wat mm -hmm. uh, is je Spotify? En als je gewoon, want hij is dan backstage gegaan meteen, en ik zat in het publiek. En als je gewoon jonge mensen van allez, tussen de 15 en de 18 hoort zeggen het was ongelooflijk, yes. op een eerste show van een voorprogramma, dan, dan is er iets. Wat het is, zullen we wel zien sowieso. Mm. Allee, ik ben ook geen. Waar zijn? Waar zijn exactly. Yeah. Uh, maar je uh, voelt wel uh, gewoon puur omdat die mensen dat niet moeten doen. Zij moeten geen bericht sturen. Zij moeten yeah. uh, niet zeggen dat het was goed. Als ze het doen, dan is het gemeend. En uh, voilà. En dus. dus Nogmaals, het bevestigt wat dat wij vinden van die artiest, waarom mm -hmm. dat we erin geloven, Heel waarom dat we hem tekenen, voordat er om het even welke song uit is, voordat er om het even welke stream binnen is, gewoon puur op talent. En als je wilt, kan ik ook uitleggen hoe en waarom we hem hebben getekend en hoe het is gebeurd, Allee, misschien zeg is maar, niet, waarom maar... niet. Het is, het is anekdotisch, maar, maar des te naar mijn mening belangrijk naar, naar jonge eenar's of, of mensen die ambiëren om eenaar om te zijn. Um, het was heel toevallig. Maar je moet op die toeval inspelen, of, 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 of althans, um, als je iets voelt, moet je ervoor gaan. Denk ik in de muziekindustrie, Dat geldt voor heel veel. Maar in de muziekindustrie, als je iets oh, voelt, ja. go for it. Um, ik was eigenlijk op de videoclip van een ander project van een ander, andere artiest nu werk, YG Pablo, een Brusselse uh, artiest en zijn manager, het was heel koud, het was op een, een, een videoset uh, in een hangar in Parijs, heel koud, maar enorme hangar, dus zijn manager was geparkeerd in die hangar en tijdens een van de, de scènes zegt hij tegen mij, kijk laten we even spreken in de auto, het is daar veel warmer. Ik zeg: oké, okay, let's go. We beginnen te praten, praten, praten en hij zet gewoon muziek op, maar hij, hij, hij specifieert niet wat hij afspeelt. En ik hoor iets na een, een half uur gesprek: demo, super rough voices. Uh, bleek dat dat dus met, met zijn iPhone was opgenomen nadien. Okay. Ja. Ik hoor het. Ik zeg tegen, tegen hij heet Mems, shout out. Ik zeg, Wisa. En hij, nee, nee, het is, het is te vroeg om daarover te praten. Dus, uh, <laughs> ik zo... nee, nee. Echt, wat is dat? Gewoon een, een, de manier hij, waarop hij uh, de woorden heeft gekozen, zowel fonetisch als inhoudelijk, vond ik super interessant. Ik zeg: Wie is dit? Kijk, dat is een jonge gast met wie ik werk. Ik zeg: Ik wil hem morgen zien. 24 uur later, enfin, nee, niet eens, 18 uur later, meeting in mijn bureau. Hij heeft mij zijn verhaal verteld. Ik heb gezegd: van Ik wil met je samenwerken. Okay. Een week later hebben we getekend. En. Zo snel gaat dat? Ja, het hangt er vanaf en kan vaak, het gaan, nee? vaak, vaak duurt het veel langer. Maar dit is een voorbeeld van een toeval nogmaals, want voor hetzelfde geld was ik niet naar die videoshoot gegaan. Mm -hmm. um, ik, ik, ik zit in die auto, we praten over van alles en nog wat. Dat liedje speelt af en wauw, oké. Okay. Geklikt. Ja. En, en vandaar dat ik het vertel. En, en uiteindelijk tekenen we bij, bij, bij Sony Music Publishing die, die jonge artiest. Nog toeval, ik, ik, ik speel hem af op kantoor, een A&R. Uh, bon, wij zien heel veel mensen, hè, zowel van Sony als van Universal, als van, van, van Warner en, en Indie Labels, uh, aan de labelkant. Ook om te weten waar dat, wat dat zij mee bezig zijn. En ik speel die song... Enfin, ik speel één song af van, van Sam. Vol een bak op in mijn kantoor. En die eenar heeft een meeting met mijn baas. En hij komt zo even binnen. Hey, Miguel, uh, wie is dat? Ik zeg van ja, ah, nu, nee, jonge gast met wie ik werk, net, ge, net getekend, maar veel te vroeg. Hij zegt hetzelfde: nee, nee, baby, wie is dat? Dus uh, uiteindelijk even niet naar mijn baas gegaan voor de meeting, maar hij begint ja. te luisteren. De, en, de uh, steekproef is, is al gelanceerd. Hè? Voilà. Ja. En, en dat is iets. Dat ligt dat dat niet, zie je? Um, als je? Als je iets. Um, een feeling. Voilà, als, je, als je een gevoel kunt, kunt, kunt doen opwekken of verwekken bij iemand zonder het um, te gaan verkopen. Zonder ja. bias, zonder cijfers, wow. zonder iets. Ja. Exactly. Dan, dat, is, dat is powerful. Voilà. En, en, en dat, is echt, allez, dat is echt iets waar dat ik nogmaals, als, als, als niet senior, NR, maar ik, ik ben al een paar jaar bezig. Naar jonge mensen, als je, als je denkt dat iemand goed is of je gelooft dat iemand potentieel heeft, mm -hmm. gaat ervoor. Binnen een company of als independent, gaat ervoor. Als die persoon goed is en jij geeft wat dat je moet geven: support, uh, mogelijk financiën, uh, een studio, whatever, allez, wat dat je kunt. En je steunt en je helpt. En die persoon wordt groot, dan gaat je met die persoon groeien. Met die artiest. En je wordt als eenaar dan ook gewoon gespot door mogelijk zijn Spotify of een, of een major label of Pias of wie, wie dan ook. En ik denk dat dat echt allez, een van de sleutels is tot een, een mooi catalogus tekenen. Is, is, is ja. allez, wat ik zeg, is natuurlijk geen rock science of zo, maar, maar gaat wel voor je gevoel. En cijfers zijn ook belangrijk. Ik bedoel, je moet ook, ik werk voor Sony, dus je moet ook. Financieel uh, interessante signings doen. Dus, dus, dus ja. dat hoort er ook bij. Mijn, mijn target is om ervoor te zorgen dat ik in eerste instantie iets teken dat mij echt raakt en waar ik commercieel gezien ook in geloof. Mm -hmm. En er zijn geen honderd artiesten zo, naar mijn mening, maar met heel veel fierheid, en dat is heel subjectief, maar ga ik ervan uit dat de artiesten in mijn roster. Die criteria hebben. Lucia Kuza is een extreem, naar mijn mening, briljante artiest. Heel credible, met heel veel commercieel succes. Allee, nu is het relatief, maar in de making, denk ik, Sam hetzelfde. Sam is een heel jong artiest, nog niks uitgebracht, maar ik vind hem heel credible. En met, denk ik, een, een heel groot crossover-potential. Uh, um, bref, uh, ik ga nu niet mijn hele roster <laughs> gaan benoemen. Maar, maar nee. mijn punt zijnde, dat... Um, uh, voilà. Gevoel. Een hoog gevoel. Commerciële inzicht, toch. Belangrijk. Um, maar vooral goed gevoel. En weet je creëert ook een naam in, in, de, in de industrie, denk ik. Door... Um, ja, door... Do, 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 door, uh, hoe zeg je dat, um, singular, uh, door, door specifieke signings te doen. Mm -hmm. um, ik, 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 ik ken A&R's die een heel concrete gidslijn um, uh, hebben, die, allee, die een heel concrete richting hebben. En, en, en ik denk dat dat de mensen zijn. Ik ben niet aan het zeggen, je moet een rock eenaar zijn, of je moet een rap eenaar zijn, of je moet een pop nee, nee. eenaar zijn. Maar wel in, in die genres een heel specifieke smaak en keuze waardoor dat je in in denk ik dan in in, in een lange periode een langere periode actief kunt zijn nou dus ja, ja dat, is, dat is leuk leuk intro <laughs> okay. uh, je bent nu eigenaar, zoals je zei bij Sony ja. Publishing ja. nu dat was niet de start voor jou in de nee. industrie je bent hier gestart in België ja. bij Sony ook ja. uh, kan je ons een beetje meer vertellen over je start in de industrie en hoe dat je uiteindelijk dan naar 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 uh, publishing bent ja. gegaan? Zeker. Um, ik ben inderdaad um, begonnen uh, bij Sony Music België als junior streaming manager. Mm -hmm. um, Voor de mensen die niet weten wat dat wil zeggen. Ja, <laughs> ik ging, voilà, ik, en ik ging, ik ging Cornel Verwaken, ik weet niet of hij gaat luisteren, maar als hij luistert, uh, even een, een, dikke, een dikke merci, want hij heeft mij echt wel heel veel kansen gegeven. Um, uh, streaming Manager is eigenlijk voor um, Sony, althans, is eigenlijk Sony heeft een, een, een Spotify-Deezer-Apple-related, dus DSP-related brand, heet filter. Ja, het filter. En is een, 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 ja. voilà, een, een internationale brand uh, die zowel dus in de Benelux actief is als, als in de rest van de wereld. En het idee is dat, um, althans, mijn job was om ervoor te zorgen dat de playlists, van Sony België, nogmaals, dat was mijn job, maar het is natuurlijk een inter internationale job ook. Zoveel mogelijk beluisterd werden. Um, waarom? Omdat wij natuurlijk het catalogus van Sony muziek mm -hmm. daarin steken. Niet exclusief. Dus alleen dat zie er ook wel bij. Dat was een van de. Uh, echt. de, 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 de richtlijnen: oké, okay, je kunt geen hitsplaylist doen met alleen Sony uh, Material. Mm -hmm. Dat is ook niet fair ja. naar de, de, de luisteraar toe. Dus. Ik deed dus curatie van um, hitsplaylists, van mm -hmm. uh, popplaylists, van houseplaylists en, en eigenlijk van, van het, het Sony-repertoire. Maar ik, ik ben eigenlijk ook um, op mijn eigen begonnen met uh, eigen playlists te maken voor, voor, voor Sony, weliswaar. Um, dus, dus heel veel. Um, uh, Coole muziek, naar, naar mijn mening, in mijn ogen destijds. Uh, Floom, Disclosure, uh, Now, Easy Bizou. Uh, eigenlijk oh, heel even, veel ja. artiesten die, die, die ik tof vond en die, die eigenlijk nadien ook uh, niet nie allemaal, maar bij Sony hebben getekend. Uh, Easy Bizou onder andere. En het ding, het ding de, de verrassing is eigenlijk dat, dat een van die playlists die, die dope heette, DOP, heel uh, simplistische. <laughs> Why not? Maar bon nee, voilà, ik uh, niet de beste naam, maar, uh, maar, 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 maar bleek wel dat... Uh, en ik denk dat dat echt effectief is, omdat de mensen dope, music in TikTok of Spotify, is heel hard beginnen vlammen. Uh, we begonnen met vijf luisteraars per, per dag extra, 10, 50, 100. En uiteindelijk hadden we twee à 500 extra luisteraars per dag op een Belgische playlist. Uh, out of nowhere. Dus, het voilà, bleek dat dat goed marcheerde, ben dat dan blijven doen. Dus jouw job was daarin cureren en cureren. zorgen dat, dat het organisch en authentiek als playlist naar voren wordt geschoven? We doen, we, allee, we doen. Ik, ik werk hier niet meer, uh, allee, althans niet meer als, als streammanager. manager, maar we, we, we deden campagnes. Hè, dus op de meer traditionele playlists, ja. uh, top, top 50 hits, op, 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 op major hits. Op, allee, dat klinkt een beetje. Een beetje een uh, eerste graad, maar op de meer mainstream playlists, als je mm -hmm. het zo mocht zeggen, ja. um, was er effectief een, een, uh, een, um, een marketing-idee uh, achter en strategie. Um, en dus dat, dat was een van, een van de jobs in de job description. En eigenlijk, door toeval, ook daar toeval, zijn die meer persoonlijke playlists eigenlijk heel hard beginnen gaan. Oké. Okay. Um, en alleen heel hard, uh, doop had. Op, op een jaar tijd 300.000 volgers. Terwijl dat was, daar dat op mis. iets, misschien 30.000 volgers had met, met campagne. Dus het was heel organisch. En allee, mijn punt is eigenlijk, want allee, het, is, het is een heel lang verhaal, maar om, om, om het samen te vatten: het, voilà, het, mijn punt is dat dus de artiesten die ik cool vond en die, die ik eigenlijk in die do playlist stak, Los van, nogmaals van, van wat ik moest doen um, op een traditionele manier. Traditionelere manier. Um, die artiesten ben ik eigenlijk beginnen scouten zonder zelfs eigenlijk te beseffen dat ik aan het scouten was. Dus ik stuurde ook gewoon effectief naar mijn, mijn, mijn ba het was, het was Michel van Buiten destijds, die nu voor Tomorrowland um, uh, zowel label als publishing verantwoordelijk is, en Toon Martens. Die nu nog huidige basis van Sony Benelux. Ik, ik stuurde eigenlijk um, songs door. Heel naïef. Hé, hey, kijk nou, dat is tof. Wat denken jullie? Hey, is Ibizu dat is tof? Uh, hey, uh, kungs, kungs is tof. Wat denken jullie? Oh, okay. uh, hey, uh, Petit Biscuit is tof. Wat denken jullie? Voordat die mensen eigenlijk getekend zijn geweest ergens anders buiten de Benelux. Wat dat eigenlijk ook gewoon logisch is. Maar dus. Allee, om, om nogmaals het, het idee samen te vatten. Ik, ik ben beginnen scouten. dankzij mijn job als stream manager. zonder het zelf te beseffen. Ja. En twee jaar nadien. toen dat de ENR destijds um, is vertrokken. want we hadden eigenlijk één. en ik denk dat we nog altijd maar één ENR hebben. dus ja. die verantwoordelijk is voor Franstalig, Engelstalig. en, en, en Nederlandstalig België. Ja, um, is vertrokken. ben ik. Uh, Gevraagd geweest, en, en daar echt ook dikke, dikke shout-out aan Michel van Buiten. Echt waar, want dat heeft mijn leven veranderd, in de goede zin. Uh, heeft mij gezegd: Kijk, Miguel, wat denkt je uh, van een ER-positie? En ik heb echt effectief een week nagedacht. Want ik dacht: Wow, ik, ik, dat ook. Ik wist niet eens dat dat bestond eigenlijk. Dat is ook belangrijk. Jongere mensen vandaag de dag zijn daar veel actiever mee bezig, heb ik het gevoel, dan ik. Toen ik 22 was, ik wist eigenlijk niet wat dat een 1-aar was. Als ik nu gasten van 16 zie. Ja, snap ik. Voilà. Dat um, is, uh, het, is een heel, het lijkt een vage job tot eind. Ja. En dan snap je van, ja, het is wel een essentiële job. Sowieso, sowieso. Maar echt, ik denk super essentieel. En, en waarom? Omdat, dus ja, na twee jaar streammanager en eigenlijk scouten zonder hetzelfde te beseffen van, van artiesten en songs. Uh, heb, heb ik die challenge aanvaard. Ik ben zwaar op mijn... mijn, mijn... Allee, een beetje vulgair, maar op mijn, op mijn bak is gevallen. Omdat ik ook gewoon geen ervaring had en, um... en omdat ik ja, wel geholpen werd, maar één Eénar en niemand anders. Althans, destijds bij Sony. Dus je moet wel... Je moet geen, wel... geen omkadering. Voilà. Er was omkadering, maar, maar je hebt wel... die verantwoordelijkheid of zo, zie je? En, um, en dus ik ben op mijn is gevallen omdat gewoon uh, ik geen contacten had en, en ik, ik flipte gewoon. alleen in alle transparantie, ik, ik kon heel moeilijk naar Christophe Cocuyt gaan om maar een naam. Of, of Christian, of, of Alexander. Allee, al die A-list managers gaan um, met mijn... Twee jaar ervaring als stringmanager. Hey, ik wil Oscar de Hoef tekenen, Allee, ik zeg nu een tijd. Dus dat was gewoon <laughs> niet mogelijk. En ik ben dan echt beetje bij beetje um, beginnen nadenken, nogmaals, over mijn gevoel en wat dat ik wou bijbrengen en wat dat ik goed vond van muziek. Los van, ik, ik zeg zeker niet dat Oscar de woef niet goed is, maar los van die elisters, um, waar ik eigenlijk geen toegang tot had. En ik besefte dat. En ik ben beginnen zoeken naar kleinere artiesten uh, of middelgrote artiesten, mm -hmm. um, die ik gewoon goed vond. En, uh, en ik, heb, ik heb redelijk eclectische signings ge gedaan. Ik heb, ik heb Henri Payfer getekend, die destijds wel al een, een, een naam had, maar um, die toch wel op zich in zijn, in zijn, in zijn begin. Uh, uh, schoenen, uh, dat is geen zin, maar jullie weten wat ik bedoel. Uh, <laughs> uh, was ik uh, kaart aan beginnen werken? Ik heb, um, heb Blackwave getekend. Uh, shout out aan, aan de mannen en aan Bert. Uh, en daar ook, ik zat. Ik, ik maak zelf muziek, dus ik was met uh, een uh, meneer die Jochem Peters. Uh, Heet oh. in Trix, um, beneden in de studio. Ik ga naar boven om iets te drinken. Ik zie Bert de zwart achter de bar van Trix. En met de mega-installatie te luisteren naar coole beats. En ik zo, wow, wie is dat? Ik ken dat verhaal, maar ik wist niet ah. dat, dat hij dat was. Ah, ja. okay. En ik zo, uh, wat is dat, man? Allee, aangenaam kennismaking eerst en vooral, want er was niemand. Bert, Jochem en mezelf. En hij zo, ja, ik, was, ik begin wat te managen. Dat is een, een jonge producer met wie ik werk. Willem Ardouille, ja, ik zo, cool. Kijk, uh, we, beginnen, we pakken ons contactgegevens. Ik, ik mail hem een week later. Ik zeg van, kijk, Triggerfinger zit bij ons voor een single met Method Man. Uh, we zoeken remixers. En ik zeg van, kijk, ik heb uh, Wantiga, ik heb Ero. Ik zoek een derde remix. Uh, misschien is Willem oké. Okay, wat denkt hij? En hij zegt van, kijk, ik ga, ik ga checken, uh, Willem doet het, mega cool remix. Ik zeg van, kijk mannen, misschien kunnen we samenwerken, wat denken jullie? En we zijn beginnen samenwerken. Daar ook, Allee, ik, het, het gaat om gewoon je <laughs> gut feeling. Ja, en, 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 en je, je mond te openen. Allee, <clears throat> uh, ik had ook gewoon helemaal niet naar Bert kunnen gaan en zeggen van, ja. Uh, wat, wat is dat? dat is nieuwsgierigheid dat is een beetje een van, de, een van de sleutels ook. Ik denk dat je nieuwsgierig moet blijven. Als je, de dag dat je geen nieuwsgierigheid meer hebt als N.R. Is, is de dag dat je gewoon geen N.R. meer moet zijn. En, um, en voilà, vandaar is, is een super mooi verhaal begonnen. En die mannen zijn, want ik ben, ik ben spijtig genoeg. Dat is het, het, het verhaal van het verhaal, maar ik ben een jaar gebleven na de signing van BlackWave bij Sony. Dus we hebben een jaar samengewerkt, vol een bak. En daarna hebben ze nog veel meer gegroeid uh, zonder, zonder mij. Uh, maar, maar het was een heel mooi verhaal. En, um, en ik, uh, ik ben ze nog altijd heel dankbaar, want ik, 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 ik spreek over BlackWave als ik zeg... Ik heb, ik heb bij Sony mooie successen geboekt en BlackWave is, is er eentje van. Absoluut, ja. Voilà, dus, um, dat is ook een kantoormoment uh, voor mij en dan. Well, dus je, dus, ja, precies. Nee, zeg maar. Dus, dat is je ENAR moment in België. In België voilà. En dan Frankrijk. En dan Frankrijk. Hoe, mm -hmm. hoe gebeurt dat? Want dat is niet zo evident denk ik voor mensen die in Belgische labels werken om even de sprong van BX ja. naar Paris ja, exactly. te doen. Uh, uh, hoe ja. is dat tot stand gekomen? Mm, ik, 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 ik moet. De artiesten daarvoor danken. Um, want zoals ik in het begin zei, je zei het maar zo, zo groot. Ik, ik formuleer het slecht. Je zei als eenaar, maar zo relevant als, als, als eigenlijk de artiesten met wie je, dat je werkt. En, mm. en zonder artiesten zijn we niks, denk ik, eenaars. Um, <laughs> dus voilà, dus daar, daar, daar moeten we het ook wel uh, echt wel allee, even. Ter verduidelijking uh, bijzeggen. Ik, ik bedoel, ik, ik heb daar heel veel respect voor in de relatie met de artiesten en het feit dat als enorm moet je je, je je plek kennen en, en we zitten achter de schermen voor iets. Ik bedoel, ik, ik, uh, ik, vind, dat, ik vind het belangrijk dat je, voilà, dat je, dat je altijd wel um, ook je ego aan de kant kunt zetten. En, uh, en, uh, en, en waarom zeg ik dat? Omdat ik, ik, ik um, ook door de proximiteit geografisch denk ik, was ik heel vroeg op artiesten, en ik ga geen namen melden, die heel groot zijn geworden. Mm -hmm. uh, voornamelijk in Frankrijk. Uh, artiesten die ik niet heb getekend. Dus die ik niet eens kan... Vandaar dat ik ze ook niet vermeld. Uh, en crediten als... Crediten als, uh, you know guys, <laughs> we hebben samengewerkt en ja. allee, ik heb niks, maar dan ook echt niks aan die, aan die mensen bijgebracht. Maar het feit dat... Bepaalde mensen in Frankrijk hebben gehoord dat er een Belgische ENR was, die heel vroeg was op XY1. Ik krijg op een dag een call van een concurrent waar ik, van waar ik nu werk. Dus ik ga ook geen naam vermelden. Um, en blijkt dat dat iemand is in Frankrijk. En zegt van, kijk, Miguel, uh, uh, we hebben een Positie als één. Mm -hmm. um, we willen focussen op België. Uh, blijkt dat jij wel vroeg zijt op uh, artiesten die uiteindelijk hier tekenen, um, is het interessant om misschien de stap te leggen. En ik had zoiets van wow, um, Henri Paffer marcheert hier goed, Black Wave begint. Uh, mm -hmm. Ik ben hier goed. Zie je? Dus waar, waar, waarom, waarom naar, naar, naar Frankrijk gaan? En uh, en veel nagedacht, veel nagedacht. Die deur was half open, maar ik voelde gewoon. Ik ben dan naar Parijs gegaan. Ik voelde dat het niet, niet 100 was, gewoon qua, qua feeling. Um, Alleen heel toffe en, en interessante en succesvolle mensen, maar ik voelde gewoon dat, dat, ja, dat dat niet de goede stap was. En op dat moment, en daar moet ik mijn oude basis voor bedanken klinkt, klinkt een beetje fout, maar ik, ik, heb, ik heb een maand een exchange gedaan. Uh, klinkt een beetje alsof ik student ben, maar <laughs> ik, ben, ik ben een maand in, uh, in Parijs gaan werken. Ja. Dus ik heb, uh, ik heb een week RCA gedaan, ik heb een week uh, Columbia gedaan, ik heb een week Arista gedaan en ik heb een week Smart mm -hmm. gedaan. En tijdens een van de lunchen, met eigenlijk een externe partij, Sony Music Publishing en een NR daar die Roma aan Bord heet, dat mijn huidige collega is en waar ik immens veel respect voor heb, heeft hij mij gezegd... Dus ik echt, we praten over van alles en nog wat muziek-related natuurlijk. En op het einde van de lunch zegt hij kijk, Miguel, ik weet dat je een voorstel hebt bij... Uh -uh. Uh, wij, zoeken, wij zoeken ook iemand. Uh, ik heb hem gezegd van kijk, het was zo'n boeiend gesprek, zo'n boeiende lunch. Het gaat over een uur, geen vijf meetings, een uur. Een uur is het it takes. Ik heb gezegd, exact, ik heb gezegd van kijk, dit is het voorstel. En ik heb effectief gezegd wat dat de anderen mij hebben voorgesteld. Niet meer. En ik heb gezegd, als jullie binnen de week die offer kunnen op tafel zetten, en het was geen crazy offer, maar voilà, um, dan, um, dan kom ik bij jullie. En voilà, bam, een week later was die offer op tafel en ben ik gewoon naar daar gaan. En ik heb, uh, ik, ja, ik, op dat moment ben ik in contact gekomen met Loes en Yakuza. Um, en dat was heel ambigu ook, want ik vertrok van bij Sony, België. Ik had daar ontdekt en ik dacht van wow, dit is crazy. Um, ik heb haar toch gezien. Ik heb haar gezegd van kijk, ik, ik, uh, ik vertrek. Um, maar ik wil absoluut met jullie werken. En uh, ik had één maand pauze tussen uh, mijn job bij Sony België en mijn job bij Sony uh, Publishing Frankrijk. Mm -hmm. En tijdens die maand uh, hebben wij onze samenwerking met Loes begonnen. Dus ik ben eigenlijk aangekomen bij Sony in Frankrijk met uh, Loes als eerste artiest. Wat ik ongelooflijk vier. Uh, Zeker niet slecht als ben. de eerste artiest aanbrengt. Ja, ja. Dus, uh, Dat is het begin van mijn avontuur in Frankrijk. En, uh, oh, en mooi. ik kende niemand. Ik kende niemand, ik kende het land niet, ik kende Parijs niet, of nauwelijks. Ik, uh, ik ben gewoon begonnen als, als ja, kleine, jonge Belgische eenaar. En, uh, mm -hmm. en ik heb heel snel beseft dat ik niet alleen maar Belgische acts mocht tekenen omdat ik net niet die Belgische N.R. wou zijn. Mm. Ik wil gewoon een N.R. zijn in Frankrijk. Dat ik Belgisch ben, Spanjaard, whatever. Um, en dus ik ben dan heel snel beginnen scouten in Frankrijk, Franse artiesten. En uh, mijn eerste Franse signing is denk ik, als ik me niet vergis, Zola, die is een Franse rapper um, mm -hmm. ja, die, ja. Het, uh, die het heel goed doet. En, en, voilà. en, en ook gewoon qua genre. Loes doet iets tussen pop en rapmuziek. Een chanson. Zola is, is, is rap. Um, ik, ik werk met, met ja, een heleboel artiesten die heel eclectische muziek maken. Zolang het maar. Ja, zolang het maar. Het gevoel heeft. Voilà, subjectief ja. gezien natuurlijk, maar. Uh, Tuurlijk, het, ja. is, het is altijd subjectief. Ja. Nu, je, je bent dus. Van E&R naar E&R gaan, maar van de label ja. site naar de publishing site, ja. is er daar een groot verschil in of, of kan je misschien een keer uitleggen wat is het verschil in job? Mm -hmm. Want het ja. blijft E&R, maar in C vertegenwoordig je ja. aan de ene kant auteurs, ja. aan de andere kant artiesten. Ja. Is de job inhoud verschillend? Kijk je anders naar artiesten op die mm -hmm. manier? Um, misschien even als introductie, want ik denk dat sommige mensen het verschil uh, wat daar heel begrijpelijk is, ik begreep het ook in het begin niet, het verschil niet inzien tussen publishing en, uh, en label. Dus inderdaad, ik heb, ik heb vijf jaar voor Sony Music Label gewerkt uh, in België en ik ben nu uh, actief uh, bij Sony Music Publishing in Frankrijk. Mm -hmm. um, <clears throat> het, het, het voornaamste en grootste verschil is um, inderdaad het feit dat. Publishers vertegenwoordigen auteurs en songwriters, mm -hmm. die ook artiesten kunnen zijn. Loes is auteur, maar is ook interpreter van sint ja. En labels. Het maakt eigenlijk niet uit of dat de artiest zelf schrijft of niet. Johnny Hallyday ja. heeft, ik denk, één song in zijn carrière geschreven. Is heel belangrijk geweest in de labelcultuur, enorm belangrijk. Maar publishing-wise, hij als individu heeft hmm. eigenlijk, het klinkt, klinkt fout, hè? don't get me wrong, maar heeft eigenlijk geen waarde. Dus, dus de, de, ja. de, de, het object, de inhoud van de gesprekken, het object waarover wordt genegociëerd, is anders. Oh. Um, de manier waarop we kapitaliseren is ook anders. Uh, labels... Ik ga het heel simplistisch doen, wat dat ook niet 100% accurate is, maar om de grote lijnen even op, op papier te zetten, als het ware. Nee, um, labels kapitaliseren op verkoop. Mm -hmm. Dus streaming, digitale sales, iTunes, vinyl CD's. Dus ze gaan ook kapitaliseren op um, som sommige, op naburige rechten. Dus als een song op de radio wordt gespeeld, mm -hmm. omdat um, na naburige rechten gelinkt zijn aan de mensen die. De, de songs inspelen. Uh, dat kan de artiest zelf zijn, dus vandaar dat ze ook een deel van de splits krijgen. En op syncs. Dus bijvoorbeeld, je hebt een sync in uh, een Volvo-reclame. Um, in principe, de helft van het bedrag gaat publishing geld zijn, en het andere helft gaat label geld zijn. Dus, voilà. Labels, verkoop, sync, in, groot, in, in, in de grote lijnen en, en een beetje radio. Publishing gaat kapitaliseren voornamelijk op het uitzendingprincipe. Als iets wordt uitgezonden, als iets wordt gebroadcast, um, moeten de mensen die de song hebben geschreven, logischerwijze geld krijgen, worden betaald. Omdat zij um, ervan uitgaan, en terecht, dat de mensen natuurlijk de muziek consumeren. Uh, uitzenden kan als een DJ muziek speelt. Uitzenden kan als Stromaai zijn song speelt voor 10.000 mensen. Uitzenden kan als het op de radio wordt gespeeld. Uitzenden kan ook als het in een reclamesport wordt gespeeld. Ja, in een ja. videogame trailer. In een film. Um, op heel veel manieren. En wat wij dus doen en wat ik dus doe als ENR, om op uw vraag te antwoorden, maar het is wel belangrijk dat er wat context was. Ik, ik mm -hmm. ben ENR-manager voor mijn auteurs en voor mijn songwriters. Um, Loes, nogmaals, is zelf artiesten. Dus mensen zeggen, ja, maar ja, oké, okay, maar dat is niet helemaal duidelijk. Label, tak. Het is niet omdat zij artiest is, dat zij haar teksten niet schrijft. Dus ik vertegenwoordig Loes voor haar werk als songwriter en uh, auteur. En in, in, in het geval van Loes, Columbia Records, dat de deel uitmaakt van Sony, vertegenwoordigt Loes op een complementaire manier... Als artiesten, als gezicht. Ja. Um, en mijn job is eigenlijk in essentie dezelfde. Ik ben een beetje de tussenpersoon tussen de artiesten en de structuren die de ANR's uh, aan, aan het werk stellen. In mijn geval Sony. Um, en wat het wel verschilt is dat publishing gaat om songs, de 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 puurheid van songs, mm -hmm. dus wij doen heel veel sessies met songwriters die niet per se producers zijn um, en auteurs en labels en een in labels zijn eigenlijk een beetje meer bezig met het packagen op een heel ja. uh, mm. foute, maar duidelijke manier, het arrangeren, het, het produceren van de songs. De songs die eigenlijk in principe, en dat, dat, dat verandert heel veel met de tijd, door de publishers worden gemaakt. Um, om eigenlijk tot, tot die master recordings te kunnen werken voilà. en iets te hebben om exactly. op DSP's op te laden. Exactly. En, ja. en dat ja. is ook een verantwoordelijkheid van, van labels. Zij gaan de songs distribueren. Mm. Al dan niet met een licentie, ja, ja. Een distributie of een artist-deal. Dus er zijn verschillende deals. Um, maar in ieder geval... Um, voilà, de, de, het ene kan niet echt zonder het andere. Johnny Hallyday zonder de goede songs zou niet Johnny Hallyday zijn. Dus nee, Zelfs nee, nee. met zijn ongelooflijke stem. Dus het is heel complementair. Zowel creatief gezien, structureel gezien als financieel gezien. Iemand die... Een groot succes heeft met zijn eigen project en die eigenlijk zijn eigen song schrijft, zoals Tromai, is eigenlijk een win-winnaar. Mm -hmm. uh, iemand die ja. heel goed schrijft voor anderen en zijn eigen project marcheert niet, is winnaar op publishing vlak, niet per se onder een labelstructuur. En je hebt gewoon mensen die zeggen: van Kijk, ik, 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 ik hou van schrijven, ik ben er goed in, maar ik heb geen zin om in de. Uh, in, het, in het licht, uh, in de spotlight treden ja. en niet laat het ja, door ja. aan iemand anders en aan de andere kant heeft Johnny Hallyday gezegd van kijk ik, ik, ik zie ik hem goed ik, ik paraphraseer niet Johnny Hallyday dus <laughs> ik denk dat hij besefte dat hij goed zong ja. maar hij heeft de de clearness of mind voilà, daar, daar komt die Engelse woorden <laughs> uh, om te beseffen dat andere Mensen beter schrijven. En, ja, en dus, dat, dat is een ongelooflijk succes geworden. Ik denk ook voor veel artiesten misschien moeilijk om dan, omdat je ergens je ego aan de kant moet zetten: van ik kan niet alles wat dan niet erg is. Nee, dat is Want uiteindelijk, als de, jij winnaar bent, als jij dan voilà. grotere successen boekt, ja, dan is. Als je de game wil spelen en ja. wilt winnen, dan ja. moet je met mensen samenwerken. En als dat, als dat jouw superpower niet is, zoals ja. dat ja, mijn collega's altijd zeggen, ja. dan Zoek iemand anders maar wel die superpower. En, exactly. Yeah. En hoe, hoe, hoe ontdek jij artiesten, songwriters, hoe, via welke kanaal, dus ja, je hebt gezegd, je verhaal met in de auto zitten. Dat, mm. dat is ergens toeval, maar ik veronderstel dat je wel ergens ook gericht gaat zoeken, of vergis ik me daarin? Um, ik, ik moet eerlijk zeggen dat, het, is, het is geen rocket science, ook niet. Het is, het is veel Instagram, veel Spotify, veel. Heel, heel weinig SoundCloud. In mijn geval, ik denk dat in de US SoundCloud nog heel relevant is. Um, mm -hmm. Heel veel live. En ook gewoon de combinatie. Het is te zeggen, je kunt iets goed vinden um, audio-wise. En dan gaat je het zien. En je beseft gewoon: van oké, okay, wow, er is een heel grote gap tussen. Hoe goed het klinkt en hoe slecht het mogelijk is live. En aan de andere kant kun je ook zoiets hebben van. Ja, dit is wel interessant, maar I don't know. Laten we gaan kijken naar het concert. En, en blijkt dat het concert ongelooflijk is. Mm -hmm. Dus het, het, het ene is, is ook een middel om het andere al dan niet te bevestigen. Maar in, 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 eerlijk gezegd, over het algemeen, heel veel Instagram. Um, TikTok wordt ook echt wel een methode. Ik. ik, ik ik ben niet tegen TikTok, zeker niet, maar ik, ik ben geen uh, TikTok-aficionado uh, die dan gaat kijken naar alle video's en. Ah, Oké, okay, dit, dit is een leuke buzz mm -hmm. of dit is een toffe dans of wat dan ook. Ik denk dat het, het, het helpt. En ik heb een artiest getekend, YG Pablo, die uh, een TikTok-succes heeft gehad. Wat hem getekend ervoor. En we zien, allee, hij heeft. Wat hem getekend 20.000 streams, hij heeft er nu 30 miljoen op die ene song. Top. Dus hij is, is plat nu in Frankrijk. En. Um, mm -hmm. Maar het is niet daarom dat, um, dat hij per se een, een ster is. In, alle, ik, vind, ik, vind, ik vind dat hij een, een, heel, een heel mooie sta status heeft, maar het is niet omdat hij een TikTok-hit heeft dat de mensen per se uh, zijn profiel en zijn gezicht associëren aan die song. En dat vind ik wel een ja, beetje een probleem bij TikTok, omdat een song kan gebruikt worden als challenge, maar het gezicht van de artiest zie je eigenlijk... Soms een... heel onpersoonlijk eigenlijk. Voilà. Het is... Het is dat passeert en ja. ik, heb, ik, ik heb die discussie onlangs gehad. Ja, en ja, wat was, uh, was de. Uh, het ging om. Wie was die artiest, die Afrikaanse? Uh, CK. CK, ja, ja, ja. op van vandaag, ik weet niet wat hij eruit ziet. Ah, ja. <laughs> ik weet het ja. niet. Ik, ik heb zelf nog niet opgezocht, maar ja, ja, ja. iedereen kent de song. Ja, ja, snap ja. Je? ja dat, is, dat is echt een ongek fijn, ja. Maar ik dus om je, je ja, punt ja, te like. versterken. Uh, Inderdaad. Um, die is, die is, uh, Voilà, dat is een methode die, denk ik, marcheert en, en is, 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 denk ik, voor Lil Nas X uh, heel succesvol geweest. Um, het is en... hoe je erop kapitaliseert, voilà. hier, denk ik. Exactly. Je moet dat gebruiken, maar je moet het dan ook gaan, ja. gaan plaatsen. Ja. En dat is zowel dan voor, omdat dat shows gaan, dat geldt voor artiesten, maar als je producers zoekt of ja, 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 puur dat is... schrijvers, dat is, die zitten meer zo achter de muziek. Ja, je hebt, je hebt gelijk. Je, je... Je moet ook als publisher inderdaad uh, heel actief op zoek gaan naar de mensen achter de schermen uh, die niet per se artiest zijn. Mm -hmm. Dus uh, um, ja, ik, ik ga iemand benoemen waarmee ik werk en dat, dat, dat ik heel erg heel apprecieer. Uh, Mems, M-E-M-S, uh, is, een, is, een, is een beatmaker, maar is ook manager van Sam, onder andere, co-manager. Mm -hmm. um, en ik heb hem leren kennen tijdens een sessie van Loes en Yakuza in Brussel. Uh, heel tof gesprek mee gehad. We hebben elkaar twee keer gezien nadien of zo, denk ik. En we hebben besloten om, om gewoon aan de slag te gaan na, na, na twee, twee keer uh, op café te gaan. Um, dus studio sessies, netwerk. Um, ik denk dat de beste e eigenlijk. Niet de eenars zijn, maar de producers. Uh, ook gewoon qua, qua uh, pitchen van songs. Ze hebben een geloofwaardigheid. Alleen, eenars hebben een geloofwaardigheid. Uh, begrijp me zeker niet verkeerd. Maar ik denk dat als je in de studio zit ja. met bepaalde artiesten. en je maakt zelf muziek, mm -hmm. dat je, dat je ja, gewoon nog, nog die extra credibiliteit hebt. En, en hij bijvoorbeeld is, is, is iemand die, uh, die mij eigenlijk samen heeft toen ontdekken. Uh, hij is ook iemand met wie we uh, twee andere uh, producer deals mee hebben. En dus hij is eigenlijk ook gewoon, want dat is inderdaad een belangrijk punt. Los van Spotify, los van uh, Instagram, TikTok, Live is gewoon je netwerk key. Mensen um, die jouw leads geven. Eigenlijk. Exactly. Oh, okay. exactly. Allee, ik weet in België, um, <coughs> als ik, als ik een, een check, als in een. een um, Bevestiging wil dat iets goed is, weet ik dat ik bijvoorbeeld voor IndiePop naar iemand moet gaan. Ik weet specifiek wie mij kan zeggen: ja, nou, ja, okay, ja. fair enough, dat is goed of dat is nee, dat moet je zeker niet. Dus netwerk is, 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 is extreem belangrijk. Is extreem belangrijk. Ik denk in, in, in de business. Um, mm -hmm. uh, nou, dat ik, hoor ik, ik vaak. Dus... Ja, show up. Gewoon, ga naar, naar een concert. Zoals je gezien ga naar een seminarie. Of een lezing uh, en ga de prof gaan zien, uh, dat is wat ik zei tijdens de VUB, uh, interview van de VUB. Van, wat zijn uw, 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 uw mm -hmm. tips voor, voor de jongere generatie aan mogelijke eenaars uh, of muziek uh, executives? Gewoon ga. Klinkt zo lame, maar ga gewoon dat is... hallo zeggen aan dat is logisch, die. Die guest die is gekomen en die heeft gesproken over digitale marketing. Of ga naar die show nogmaals, waar je zoiets had van: ja, eigenlijk, I don't know, ga gewoon. En dan, ofwel bevestigt het gewoon dat het niet goed was, ofwel heb je zoiets van: oh wow, ja, eigenlijk was dat top. En, da, en daar, kom, daar komen we dan weer aan op nieuwsgierigheid. Ik bedoel, voor mij is het kapitaal om, om ja. Ja, te luisteren ofzo. Dus, dus kort samen. Job gevat. description. <laughs> Eén jaar nieuwsgierigheid. Ja. Yeah. Nee? Make sense. Makes a lot of Om nog af te sluiten, mm -hmm. want we hebben nu veel over 1 jaar gebabbeld. Ja. Maar dat is niet het enige wat je doet. Ik nee, ik, klopt. Uh, ik was in contact met een van uw zijn, collega's. Of yeah, yeah, yeah. Wout, ik is, die, ja, ja, ja. Die is komen aankloppen bij onze producer Leto. Mm -hmm. uh, en die stelde ons uh, het record Plus32 voor. Ja. Yeah. Maar als ik het hoe uitleg, yeah. jullie op zoek gaan naar leftover beats. Yeah. Om die te gaan uh, uitbrengen. Yeah. Als ik het hoe verkeer. Maar ik yeah. ga je misschien zelf een keer laten uitleggen. Wat is plus 32 <laughs> uh, recordings? Plus 32 is um, een, een, een hommage aan België. Uh, in mm. eerste instantie. Um, Plus 32 Prefix van België voor de mensen die het niet. Sommige mensen hebben het niet door, je ja, 32 plus ofzo. <laughs> uh, dus, dus voilà. Uh, en inderdaad, nee. het, het, het basisidee, het basisprincipe was. En ik zeg was, omdat we evolueren, maar en we doen het nog altijd. Voornamelijk. Uh, het is eigenlijk begonnen omdat ik zelf produceerde destijds. En ik, ik, ik maakte 100 beats en ik, ik bracht er vijf uit. En ik dacht van nou eigenlijk oké, okay, 55 of 60 procent okay, is shit. Ja. Maar, maar misschien is er wel iets goed in die 30 resterende. En uh, ik ben eigenlijk beginnen vragen aan andere producers of zij of zij hetzelfde probleem hadden, of, of dat zij ook eigenlijk leftovers hadden, die, die, die goed waren. Die goed waren, ook super subjectief, maar die releasable waren um, mm -hmm. en dus het, het ding is dat daar gewoon een heel een heel duidelijk fenomeen is en um, en ik ben er dan met mensen over beginnen praten uh, gezegd van kijk allez, doe het met ons en alles is beter dan niks mm -hmm. dus let's go en en ik denk gewoon ook door de door de jaren dat ik bij sony heb gewerkt en, en, en de relaties dat je dan bouwt uh, is er ook een, een bepaalde geloofwaardigheid, of althans een, een, een bepaalde ja. um, <laughs> ja, relatie? En, 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 en we zijn zo begonnen. Ook puur omdat wij gewoon Sony of Ninja Tune of Majestic Casual niet konden en wouden concurreren. Um, je, kunt, je kunt heel moeilijk vandaag de dag, out of nowhere, gewoon. Uh, beginnen zeggen dat je beter bent dan, dan een heel team van twintig mensen bij, bij Sony België. Um, en dat was ook gewoon niet iets dat ik vond. Uh, je, kunt, je, kunt, je kunt vinden dat je een innovatief idee hebt, maar um, op dat moment vonden wij uh, voilà, dat wij eigenlijk um, tegen zo'n majors gewoon niet konden, konden vechten. En, en het ding is van, oké, okay, nogmaals, hoe. Hoe kun je een, een, een oplossing vinden? Um, nogmaals, het hele leftover-concept. En ook het feit dat je dan gewoon wel een relevant principe hebt. Mm -hmm. Want het is complementair. Je doet gewoon je ding. Ja. En als complement, kijk die vijf songs dat je eigenlijk cool vindt, maar die waren release bij. Ninja Tune of whatever. Die kunnen, we, die kunnen we wel doen. En, en zo is het begonnen. Nu, het, 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 het evolueert. Um, wij, wij ambiëren op termijn, natuurlijk, uh, beetje bij beetje, om, om ook gewoon een relevante speler te worden in het ontdekken van nieuwe artiesten. Um, artiesten dus, uh, of? Echte artiesten. Ja, of nee, met... echt artiesten en okay. producers. Ja. Dit is, is echt een methode um, en een. En, en, ja, een, 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 een oefening om nogmaals een oplossing te zijn voor bepaalde producers. Die zoiets zeggen van, ah, eigenlijk is dit cool, inderdaad. Ik ja. kan die, die, die vijf bits uh, wegtekenen, als het ware. Mm -hmm. um, maar het is wel de bedoeling om met wat we kunnen genereren van, van flux, financiële flux, om dat te herinvesteren, ook in de projecten, die we tekenen, die we hebben getekend, maar die we ook willen tekenen. En, 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 en dat mag uh, geen twintig artiesten zijn. Dat is, dat is zeker niet wat dat we gaan doen. We, hebben, allee, we, moeten, we moeten heel progressief beginnen. Maar als, als we morgen um, een ongelooflijk getalenteerde zangeres, of zanger of rapper of ontdekken in België en we denken van oké, okay, hier moeten we 100% voor gaan, dan gaan we dat ook doen. Uh, mm -hmm. Het is nog niet het geval geweest. En we gaan ook zeker niet beginnen rushen. Het systeem dat we hebben, is, 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 is voor ons heel functioneel en, 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 en we vinden dat ook heel cool. Um, maar voilà, het, het, het is wel de bedoeling om op termijn een bepaalde expansie aan te gaan. Op het moment dat we het voelen. En om even weer over gevoel te praten, dat komt op het moment It's, dat we het gewoon. Voilà. Music is feeling, exactly. at the end of the day. Dus, uh... dus voilà. Maar. Een heel specifiek concept um, dat ervoor zorgt dat we een bepaalde bodem hebben om nadien te herinvesteren in de playlists en in die projecten, maar ook mogelijk in een, een, een artiest die meer in de, in de forefront, en in de spotlight kan, uh, kan terechtkomen. Dus voilà, dat is een beetje de bedoeling. Dat is wel belangrijk en, en ik meen het, dat is niet om politiek correct te zijn, maar. En die niet um, bij Sony Music Publishing zou kunnen tekenen. Um, Frankrijk, specifiek over Frankrijk. Dus ik, 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 ik wil en ik ga ja. voorrang geven aan. Niet dat de twee anti-complementair zijn, maar ik wil, ik, wil, ik wil dat niet mixen. De producers die wij tekenen bij Plus32, want ik teken ook producers bij, bij Sony. Zijn helemaal niet het profiel dat we zo niet tekenen. Mm -hmm. In Frankrijk althans. Ik, ik specifieer echt effectief over Frankrijk. Ja. Dus, dus, um, dus voilà, dus dat is ook wel iets dat ik, dat ik belangrijk vind. Van, um, allez, in een ideaal scenario, ik vind een artiest bijvoorbeeld zoals, uh, zoals May heel cool. En, en dat is helemaal out of the question voor 32. Zij staan zij al, al, al veel te ver, maar. Maar dat is wel een profiel van oké, okay, heel cool, mogelijk crossover. Ik denk dat zij gemanaged wordt door iemand in de UK, dus makes sense. En dat type profiel willen wij op termijn ook onder onze koepel, uh, onder onze koepel hebben. Dus dat is een beetje het idee en, um, en waarom ook, dat is misschien even belangrijk voor ook de jongere mensen, waarom ben ik bij plus 32 begonnen? Puur omdat entrepreneurship, denk ik, echt mega belangrijk is. Um, als je de kans hebt mm -hmm. om bij een major te werken, echt go for it. Dat is heel challenging, heel exciting. Um, mensen zeggen, je hebt, je hebt, je hebt uh, luxe om, om, um, om betaald te worden elke maand, daar geloof ik niet in. Ik bedoel, je moet goed blijven. En de dag dat je niet meer goed zit, mm -hmm. ja, dan kan het snel gaan. Uh, ik, ik vind dat een nars. Um, een beetje de aanvallers zijn in de voetbal. Die worden in principe okay. het meeste betaald. En ik zeg niet dat wij het meeste betaald worden, maar die worden in principe wel mooi betaald. Maar als je geen goals scoort, ja. Terwijl als je marketing doet, dan zijn er zo wat middenvelder. En als je finance doet of administratieve stuff doet, dan zijn er, dan zijn er zo wat de defense. En ik ja, heb het gevoel dat de is rollover kippen. groter is, is bij aanvallers. Uh, maar um, waarom zeg ik dat? En ik wist dat ik het ging vergeten. Uh, omdat, uh, ja, omdat omdat allee, als je bij een major kunt werken, super. Uh, maar het feit dat je ook kunt leren hoe dat je uh, een, een, een marketing en een, een, een businessplan maakt voor je eigen mm -hmm. bedrijf, is, 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 is cool. Uh, hoe dat je je eigen business-advisor, uh, je legal advisor, uh, die relatie opbouwt, is ook, is ook heel interessant. Hoe dat je omgaat met je financiën, het is... Het is aanwezig. Voilà. Ja. Is dus je moet kunt... dus... gewoon je ogen openhouden. Exactly. Ja. Um, maar, maar, maar het is wel, daar ook complementariteit, het is anders. Dus ik ga er ook vanuit dat, um, ja, het, gewoon, het, het is een ander type challenge. Maar ik vind vandaag de dag, 2022 komt eraan, um, jonge mensen mogen durven, uh, go for it. Alleen je hebt niets te verliezen. En dat is iets dat ik misschien, als ik jong was, niet genoeg heb gedaan. En ik ben heel blij van wat ik heb gedaan. Maar uh, als je 21 bent en je hebt eigenlijk niet zo heel veel te verliezen, begint gewoon je boot. En dan, ja, ofwel flopt het en ja, wat zijn het dan kwijt? Een paar duizenden euro's. Um, ja. Je moet geen huur betalen per se. Of misschien wel huur, maar je mm. hebt waarschijnlijk geen, uh, nee, nee, is... geen huis gekocht of appartement. Gaat er gewoon voor. En, en in het beste geval heb je drie jaar later een succesvol business. En dan heb je de optie: blijf ik dat dan doen? Of ga ik mogelijk bij een, een major label of zo gaan werken? Dus dat is. Um, I support heb ik, uh, that. Ja, um, yeah. yeah, yeah. ja, jullie, uh, jullie zijn er uh, heel, heel. Ik ben er niet mee. aan 21 aan begonnen. Nee, maar nee, nee. het is. Zeker als je nog jong bent. Als je zoekt zelf vooral wat je wil doen. Mm. There's nothing to lose. Uh, exactly. Uh, en zoals hij zegt, je kunt altijd, als je een beetje kwalificaties hebt, kun je we wel altijd ergens aan een ja. job raken. Uh, ik doe. ook. Heb je nog een laatste boodschap? Dus je hebt veel gesproken, nieuwsgierigheid, als ik dat mag aantonen. toon, ja. entrepreneurship. Uh, denk voor mensen in de muziekwereld sowieso. Werk aan je netwerk. Uh, Probeer gewoon. Ik, Home mail sturen, mailzetten, ja. zoek contact, hap café, ja. hap naar events. Uh, mm -hmm. uh, is er nog iets bah, dat je daar al wel zou willen aan toevoegen? Ik, 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 heb, ik, ik hoor mezelf praten, dus ik, ik denk dat ik uh, genoeg heb gezegd. Maar ik... Uh, <laughs> nee, zoals gezegd, ik denk, um, ik denk gewoon: klinkt een beetje melig en, 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 en bijna fout, maar ga gewoon, ga gewoon naar, naar die show, ga gewoon naar die lezing, ga gewoon. Uh, naar een meeting onder maten die je iets zullen voorstellen. Um, en uh, zonder een Amerikaanse... Uh, uh, hoe zeg je dat? Een Amerikaanse flow te hebben. Of, of, of de Amerikaans uit de bocht te komen. Ik, ik denk gewoon... Um, connect en, 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 en probeer. Probeer stof. En, uh, en gewoon voorgaan nogmaals. Ik, als je 22 bent, als je 18 bent, zelfs als je 25, 26 bent... Probeer gewoon die ding te doen. Zoek, 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 totdat je het hebt gevonden. Mm. Uh, als je denkt dat muziek het is, maar je ouders hebben je nu altijd gezegd, van, ja muziek is geen business, wat dan een beetje mijn geval was. Allee, meer aan mijn pijnkant. Probeer gewoon, probeer gewoon. En, uh, ik ben als DJ begonnen en, uh, en voilà, boem, dan, dan plots, plots bij, bij een major label. En, um, en, en neem de tijd om, om te filteren, om te diggen, om te zoeken. om... om om zo goed mogelijk uh, op zoek te gaan naar wat je niet wilt doen, om eigenlijk mm -hmm. beter te weten wat je wel wilt doen. Dat is een beetje wat ik, uh, wat ik zou zeggen. Show up. Voilà. Meer moet dat je zijn. Maar dat is heel subjectief. <laughs> Natuurlijk. <laughs> All right. uh, Miguel. Ja, yeah. bedankt. Uh, merci aan u. Ik dat vond het heel, heel cool. interessant. Uh, Hetzelfde. Hetzelfde. Je bent nog jong, denk ik. je bent tot nu toe wel de jongste persoon ah, op de podcast. Ja, okay. kijk, okay, ik ben blij. Dus, uh, <laughs> Het zijn, zijn leuke woorden, denk ik. Ja. Uh, merci alvast voor de merci tijd uh, en veel succes. Dank je, jij en ook. Lieve uh, de, de, de max. En, uh, en, en jullie ook, jullie zijn ook met heel mooie dingen bezig, dus uh, shout out. En, uh, en, uh, en het was een plezier om, uh, ja, om gewoon een gesprek aan te gaan eigenlijk. En uh, mijn peer yeah. over muziek te praten en, uh, en uh, ja, gewoon daar ook uh, sharing and, uh, en. Inzicht te creëren. Exactly. Ja. All right. Merci. Merci à nous,